Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel De Keizer. En vanuit Golden Tulip Hotel De Keizer is dit de tweede aflevering alweer van Jazz Talk. Oftewel, ons dagelijks programma over het Bredaanse Jazzfestival en alles wat daar gebeurt. Met aan tafel gasten, prominenten, mensen van de organisatie, muzikanten en reportages vanuit de stad uiteraard. En we beginnen vandaag deze aflevering met vereerd bezoek, want de burgemeester is aangeschoven. Meneer Paul de Pla, welkom. Dank je. En uiteraard gisteren bij de opening hebben we u prominent ook in beeld gezien. Maar u heeft al meer gisteren meegekregen van het Jazzfestival. Welke locaties bent u al geweest? Ja, we zijn eigenlijk na de opening op verschillende plekken geweest. Eerst zijn wij met het bestuur en de vrijwilligers zijn wij bij Dickinson Jones geweest. Dat was meer eigenlijk om te proosten op een goede jazzdagen. Mm-hmm. En ook de vrijwilligers, maar ook de sponsoren te danken voor hun inzet. Daarna ben ik in de spiegeltent geweest, bij het Kasteelplein. Ook altijd een bijzondere ambiance, erg leuk. En daarna zijn wij naar binnen geweest. Daar was een receptie van de VVD, de lokale VVD, waar ze ook ons uitgenodigd hadden. Dat was heel gezellig, maar uiteindelijk weinig jazz. Oké, okay, daar waren andere stijlen muziek. Nee, dat was eigenlijk helemaal geen muziek. Het was eigenlijk gewoon een gezellige bijeenkomst voor heel veel mensen. Daar ook de oud-burgemeester Ed Nijpels en Chris Rutte waren ook aanwezig. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Ja, veel mensen uit de provincie. Ja. Het geeft ook aan dat mensen graag voor de jazzdagen terugkomen naar de stad. En dat is denk ik gewoon heel erg goed. Ja, dat is ook een van de pijlers, hè? Dat mensen dus elkaar weer eens bijkletsen. Ja, hè? Bijkletsen laat ik zeggen, genieten. Ja. Gisteren was het natuurlijk een prachtige dag. Genieten van het mooie weer, genieten van de mooie stad. Maar vooral ook genieten van de prachtige jazz die op zoveel verschillende plekken te horen is. En we zijn toen daarna geëindigd in de Merkstuin. Omdat dat, daarvan zei ik tegen mijn partner, laten we daar eens even gaan kijken. Want dat is een plekje wat zo mooi verscholen is. En waar ook in de jazz, tijdens de jazzdagen, het in al die drukte toch net weer iets rustiger is. En iets, ja, ook wat dat betreft ook wel een heel bijzonder pareltje is van de jazzdagen. Een nieuw pareltje, hè? Vorig jaar voor het eerst. En ja. We gaan er straks meer van zien, want dan hebben we de reportage over die locatie. Jazz, in hoeverre heeft u iets met jazz? Wat is uw eigen persoonlijke voorkeur qua muziek? Ja, jazz ben ik inmiddels ook wel eens achter. Dat is zo breed als je zegt, wat heb je met popmuziek? En dan kan iemand denken, ik hou van Frans Bauer, terwijl iemand anders het heeft over Nirvana. Nou, zo breed is het de feit natuurlijk ook bij de jazz. Dus wat heb je met de jazz? Dan heb ik met, de jazz die tegen de blues aan zit. Heb ik verreweg het meeste. Gisteravond toen ik thuis was, zag ik nog een reportage van Amy Winehouse. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig. Ja, is dat jazz, is dat blues, is dat rock, is dat pop? Ja, ik weet het allemaal niet. Het is gewoon heerlijke muziek om naar te luisteren. En dat heb ik bij veel optredens die ik hier zie. En ik denk van ja, het is gewoon heel erg fijn om naar te luisteren. Als je mijn persoonlijke, waar zet ik thuis de muziek? Ja, dan is het iets meer de alternatieve rockmuziek. Dus variërend van U2, Radiohead, Nirvana, R.E.M., dat soort werk. Misschien ook weer niet zo alternatief meer, maar in mijn tijd was het alternatief. Dat evolueert. Breda Jazz Festival, u wordt uiteraard gevraagd om op verschillende plekken in de stad te komen. Hoe is dat in te kleden in de tijd, zeg maar? Want u zult een druk ander programma hebben, heeft ook nog een privéleven. Ja, je probeert het gewoon in te plannen. Maar vooral eigenlijk deze dagen merk je ook gewoon dat het leuk is om er te zijn. Je hebt eigenlijk zelf als burgemeester tijdens die dagen helemaal geen echte zware verplichtingen. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, het jazzfestival wordt gedragen door het bestuur, wordt gedragen door de vrijwilligers, wordt vooral ook gedragen door de artiesten en het vele publiek. En dan kun je eigenlijk als burgemeester bedenken, het is goed zo. Ja, ik sprak gisteren nog mensen van de organisatie. Jacques Claus vertelde onder andere dat eigenlijk tijdens het jazzfestival er zelfs nog minder reguliere meldingen zijn van overlast dan op andere weekenden. Klopt dat? Ja, het is een hele gezellige sfeer. En het publiek wat erop afkomt, de doelgroep zou je kunnen zeggen, zoals we dat dan in jargon noemen, is niet de doelgroep waar je grote zorgen over maakt. Er zijn andere festiviteiten en evenementen waar je meer soms zorgen over maakt. Maar je moet wel alert blijven, want ja, bijvoorbeeld als je gisteren ook gaat kijken de hoeveelheid mensen die in de stad, of wat op sommige momenten in de stad aanwezig is,
Ja, dan moet je wel goed gaan kijken hoe krijg je al die bezoekersstromen op een goede manier ook laat ik zeggen, geleid. Bijvoorbeeld ook als er sprake is van als er iets raars gebeurt of zo. Weet je? Dus daar moet je wel op voorbereid zijn. Maar we maken ons absoluut geen zorgen voor ongeregeldheden. Maar alertheid is altijd belangrijk. Heeft u ook aantallen doorgekregen vanuit de organisatie? Hoeveel mensen er dan zijn geweest? We zijn gisteren aan het tellen geweest. Ook in samenspraak met de organisatie. Van hoe druk is het nu eigenlijk op de meest drukke momenten? Mm-hmm. En ik sprak toevallig aan het eind van de middag sprak ik een aantal mensen die bezig waren met tellen. Ja, dan praat je echt wel over, op dat moment over 50.000, 60.000 mensen die dan in de stad zijn. En dat is natuurlijk enorm veel, maar dat geeft ook de enorme betekenis van de jazzdagen voor Breda. Ja, ja, en u zelf dan, de komende dagen staan er nog speciale dingen op waarvan u zegt, nou kijk ik naar uit of momenten of laat u het maar gewoon gebeuren? Vooral de sfeer, want dat vind ik eigenlijk het mooiste. Als je op een gegeven moment eigenlijk, daarvan zeg ik ook, het is niet zo dat je naar een popconcert gaat of als je naar een festival gaat als Lowlands of Pinkpop, waar je echt ook weet van dit zijn de bekende bands. Daarvoor ben ik weer te weinig jazzkenner en dus is het veel leuker. En volgens mij is dat ook het karakter van de jazzdagen. Je gaat naar de stad, je laat je verrassen door de bands waar je nog nooit van hebt gehoord, maar waar je een geweldige, laat ik zeggen, half uur, drie kwartier mee hebt. Je loopt er door, je ontmoet mensen. Dat is de sfeer van Breda. En met wie gaat u dan? Met vrienden ook uitnodigen daarbij? Of zijn het de mensen? Wordt u uitgenodigd? Je wordt uitgenodigd. Ja. Tegelijkertijd probeer je het ook met je privé situatie. Want het is ook gewoon heel erg leuk voor mijn gezin. Is het ook het eerste jaar dat we hier echt met z'n allen in Breda wonen. Mm-hmm. En dan is het leuk ook om dit, om deze kant, deze parel van Breda voor hun te leren kennen. Ja. Ja, en dan is het gewoon heel erg prettig om gewoon een van de vele tienduizenden bezoekers in de stad te zijn. Ja. En dan hoef ik geen aparte lijst. Dan laat mij maar gewoon lekker schuiven. Ja. Nou, fijn dat u even de tijd heeft gevonden om even aan tafel aan te schuiven. Graag, en eerste indrukken te vertellen. En nog veel plezier de komende dagen. Nou, jullie bedankt voor de geweldige uitzending. Ook hier weer vanuit een van de kloppende harten van, van de jazzdagen. Absoluut. Want ik heb begrepen dat hier heel veel artiesten zijn. Ja. En mooi dat jullie ook lijken op de manier voor heel veel mensen die misschien graag nog mee willen maken. Maar niet meer van thuis weg kunnen gaan. Of ze heel ver weg wonen. Toch iets kunnen zien, hè? Toch nog even van de jazzdagen Breda meegeven. Bent u al in het nieuwe Hotel Nassau geweest? Ik ben in het Hotel Nassau geweest. Ja, toevallig na de dode, denk ik. En dat is ook wel een van de zaken waarvan je zegt van beste mensen. Ja. Breda heeft een hele rijke historie. En in die panden is de rijke historie met de kracht van de toekomst te zien. Dus een prachtige combinatie. Gisteravond was in dat Hotel Nassau Breda een bijzonder concert. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Harry Kanters, de Bredaanse muzikant. Daar is een sfeerreportage van gemaakt. Daar gaan we nu naar kijken. Het is gemaakt door Daphne van der Linden en Esther Molenaar. Wij staan hier nu bij het 40-jarig jubileum van Harry Kanters. En we gaan hier een beetje sfeer proeven. En om ons heen kijken. Het is in ieder geval een prachtige omgeving. We staan hier in het nieuwe Hotel Nassau. En het klinkt hier ook echt fantastisch. We gaan even luisteren. Ja, wij hebben hier het genoegen met een hele verschijning, namelijk de dochter van Harry Kanters. Dat zie je er mooi uit. Dankjewel, dankjewel. Heb je eigen haar gedaan, je eigen styling? Nee, dat, zo goed ben ik helaas niet, nee. Nee, er is vanavond ook nog wel eens een concert in de Spiegeltent, All the Cats Jump In. Een Lindy Hop event met allemaal heel kapsters en fysicisten ook uit de jaren 20. Dus ik ben even snel daar heen gesneakt en even mijn haar laten doen door de kapster. Dus die heeft dat voor me gedaan, ja. Heel goed, dat hebben wij ook gedaan namelijk, zoals je kunt zien. Ja. Ga je vaker met je vader mee? Minder vaak als vroeger. Hij speelt echt best wel veel. Hij is sinds eind vorig jaar is hij beroepsmuzikant geworden. Hij had altijd gewoon een normale baan, zeg maar. En sinds eind vorig jaar is hij alleen maar gaan focussen op de muziek, dus hij speelt best wel veel. En dat red ik niet om altijd zeg maar mee naartoe te gaan, het is gewoon wekelijk, zeg maar. Dus, maar af en toe nog wel, ja, als het lukt qua timing en ja. Maar wij hebben dus bedacht, omdat je nou 40 jaar beroeps bent, dat wij jou iets kunnen aanbieden.
wat je lekker op kan drinken, maar dan niet tijdens het spelen. Maar gewoon thuis. De shoefaipai heeft hij vanmiddag gehad. Die lag in stukken bij ons op de vloer. Dit is nog heel. En Heeft er iemand 285 kleine glaasjes? Dag Harry, allereerst gefeliciteerd met uw jubileum. Hoe is deze avond voor u? Ja, het was een hele leuke avond. Ik heb natuurlijk allerlei muzikanten uitgenodigd waar ik veel mee gespeeld heb. Bij sommigen ook minder mee gespeeld, maar gewoon allemaal voor mij muzikanten die qua muziekstijl en qua persoonlijkheid dicht bij mij staan. Dus echt, voor mij was het een grote vriendenavond, een echt feestje. Reportage vanuit gisteravond, dus vanuit het nieuwe Hotel Nassau Breda. Het 40-jarig jubileum van Harry Kampers. Aan tafel is aangeschoven Marlies Drees, directrice van het VVV. En nadat de burgemeester hier zojuist gesproken heeft, ben jij een mooie vervolg eigenlijk spreker. Want als, ambassadeur, hè? Als we positieve verhalen willen horen over de stad, dan kunnen we bij jou terecht, hè, denk ik. Ja. Van, aan wie hebben wij dit prachtige weer te danken? Dit schitterende zomerweer eigenlijk, om hier het Jazz Festival 4 dagen mee te laten Ja, gaan. Nou, ik vind het toch wel vaak mooi weer. Het moet niet te mooi weer zijn. Mm-hmm. Want ik hou mijn hart een beetje vast voor morgen en overmorgen, omdat het dan echt 26 graden is. En de mensen voor de eerste keer naar het strand kunnen. Ik blijf in de stad in ieder geval. Maar het moest een keer mooi weer worden. En dat uitgerekend nu is, ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Maar wij vinden het al snel goed, hoor. Ja. Als wij donderdagsmiddags om 1 uur daar voor dat podium staan op de Grote Markt en we zien dat het niet regent, is het al goed. En de sfeer was gisteren weer uitermate goed. Ben je heel de dag in de stad geweest? Ja, ja, nou, ja. Ik vind het ook altijd wel leuk om een wijntje erbij te nemen, dus ik moet op een gegeven moment wel naar huis, hoor. Okay. Of water afwisselen. Ja, okay. Maar ik vind het dan zo heerlijk, de combinatie. Mm. Hè, je lekker voelen, want dat heb ik met jazzmuziek. Mm-hmm. Hè, je voelt je, het is gezellig. Ja. Hè, ik zal nooit uren naar jazz kunnen luisteren, mm-hmm. echt naar een concert. Maar je gaat voor de sfeer, maar voor het geheel. Maar ik ga echt voor de sfeer. Ja. En ik ben zo trots op mijn stad dan, want mm-hmm. dat is het dus gewoon. Het bruist overal, hè. En ook gisteren, er zat ook gisteren iemand uit Israël. In een reportage ergens die dan vertelt, ik kom speciaal, gehoord in Zwitserland, dat festival in Breda, daar moet ik zijn. Dat moet jou toch ook goed doen? Hoor. Ja, dat doet mij heel goed. Kijk, we zijn nu allemaal bezig met het verhaal van Breda. Hè. Mm. Er moet een verhaal komen. Ik hoop dat er iets uitkomt uit het hele verhaal, wanneer we straks een keuze moeten maken van gezellig. Hè, gezellig. Wonen, werken, gezellig ondernemen. Mm-hmm. En dan is dit een uitgerekend evenement om die gezellige sfeer tentoon te spreiden. Nou ben jij de geschiedenis van het Jazz Festival Breda. In hoeverre ken jij die? Heb jij in de jaren 70, 80 hier ook al meegevierd? Ik ken Breda 40 jaar. Mm-hmm. Ik weet wel, toen ik pas bij de VVV was, mocht mijn directeur toen, die mocht natuurlijk altijd bij de opening zijn en zo. Dan was ik zo jaloers. Ik denk, ik moet daar ook een keer staan. Nou, dat is gelukt. Ah ja, dat is zeker gelukt. Maar ik bedoel, wat herinner jij je uit die... Want toen waren het toch ook al... Eigenlijk was het ook al een trekpleister. Zeker in de jaren 70, 80. Hè? Ja, ik, voor mij is jazz een aaneenschakeling van traditie. Mm-hmm. Voor mezelf. Hè? Aanstaande zondag. Dat is al jaren een traditie. Dan doen we met z'n allen gospel en daarna zoeken we een plaatje op de Grote Markt en blijven we daar uren zitten. En wie is we? Dat was vroeger een vriend van me die helaas gestorven is. Daar heb ik heel veel moeite mee in deze dagen. Ja. Hè, maar nu ga ik dus zondag met zijn zus en zwager. Mm-hmm. En dat is sinds hij gestorven is, 2 jaar geleden, is dat ook een traditie die we voortzetten. Het is eigenlijk een beetje net als met carnaval. Mensen komen terug naar de stad om elkaar even weer te zien. Ja, dat klopt. Ja. En ik heb het met name op donderdag. Ja. Hè, dan blijf je in de stad hangen en voor mij op de zondag.
Mooi. Waar kijk je nu naar uit nog? Heb je nog iets aangetekend waar je locatie waar je moet zijn op een bepaald moment? Of? Nou, niet. Nee. Nou ja, ik voel me altijd het lekkerst op de Grote Markt. En ook bij in de haven. Ja. Die twee locaties, dat vind ik altijd wel lekker. Ja, dan wacht je even, dan ga je even naar de havenmarkt. Mm-hmm. Ja, maar dat is een tussenstop dan voor mij. Of er moet nergens een plaatsje op het terras meer zijn, ja, dan ga je uitwijken. Maar dat is wel mijn gang zo. In hoeverre ben jij, je bent organisatorisch niet betrokken, denk ik, hè, bij het festival? Nee. Wij adviserend doen we wel. Kijk, ik heb in ontzettend veel evenementenorganisaties gezeten, dus je hebt wel emotie bij het organiseren van zo'n evenement. Je weet wat het inhoudt, want het is geen sinecure. Ja, als je van de week had ik Annieke aan de lijn, een van de bestuursleden, en die liep gewoon over. Te veel mailtjes, te veel, en dan heeft ze nog de kinderen, want je gewone leven gaat door. Want dat is het natuurlijk, hè. Komt er allemaal bij. Het is alleen maar vrijwilligerswerk. En je hebt daar als degene die heel veel in de organisatie heeft, heb je daar ook begrip voor? We gaan ook zo praten over die rol van het vrijwilligerswerk. Maar kun jij, ja, met degene die dat aanstuurt, komt zo dadelijk langs. Maar kun jij eens aangeven wat voor tips of adviezen zou jij nu nog kunnen geven? Want we hebben de afgelopen dagen erover gesproken dat eigenlijk het festival lijkt helemaal klaar, nou, af. Van doe er niks meer aan, zo is het goed. We hebben de laatste jaren zijn we wel ingekrompen, alleen richting centrum. Mm-hmm. Nu heeft dan een van de etablissementen op Van Koopplein, die heeft weer een jazzband nu. Maar ik mis daar toch wel een stukje jazz. Hè, ja. Ik zou fijn van vinden van Koopplein. De ring rondom. Ja, en nu hebben ze wel gigantisch veel horeca op dit moment. Maar juist daar ging een stukje voor de Bredana verloren toen het daar stopte. Ja. En dat mis ik wel. En ik zou toch ook weer wel eens een beetje uitbreiden naar het Ginneke willen. Ja. Maar wordt dat niet de afstand te groot en dan dat je het niet meer centreert? Nee, ik denk het niet. Het is, dat moet kunnen. Je gaat of naar het Ginneke of naar die binnenstad. Het is wel wat hoor, wat ik nou zeg. Ja. Want vroeger was de haven bijvoorbeeld niet geprogrammeerd, hè? Dat is gekomen toen de haven er kwam. Mm. Toen zijn ze daar gaan programmeren. Ja. Maar ik zou toch, Van Koopplein zou ik toch wel... Nou, die houden we in het achterhoofd, Marlies. Ik dank jou voor de komst. Heel graag gedaan. En je hebt ons weer even goed bijgepraat omtrent alle ins en outs. Vanuit het evenementenorganisatie, blikgericht. Ja. En nou, veel plezier nog de komende dagen. Dank je wel, jullie ook. Ja. Bedankt. Geniet ervan. Oké. Okay. Goed, wij gaan naar die Willem Merkstuin. Daar had ik het zojuist al even over. Een bijzondere locatie sinds vorig jaar op het programma van het Jazzfestival. En vanmiddag is Esther van Tegelhoven daar een kijkje gaan nemen. Het volgende verslag gaan we nu zien van haar. Voor de tweede keer is de Willem Merkstuin een prachtige locatie tijdens het Jazzfestival. En ik tref hier een opa en zijn kleinzoon die samen op pad zijn. Ja, dat hebben we al eerder gedaan. Ja. En hij vond het leuk om met opa mee te gaan, maar zijn papa mocht niet mee. Hij vindt het veel leuker om samen met opa te gaan. Maar dus opa is een echte jazzliefhebber en kenner volgens mij. Nou, dat laatste dat weet ik niet. Liefhebber wel. Ik heb eigenlijk geen vast plan. Ik had de bedoeling om Jamie, mijn kleinzoon, naar verschillende soorten jazz te laten te luisteren. Wat toelichting te geven. Er is één combinatie, daar wil ik wel graag naartoe. Dat is op het Sarskleintje en dat is Sessiebon. En dat is meer de zigeuner swing stijl. Daar ben ik altijd de grote liefhebber van geweest. Nou, James is het, hè? Ja. Jij mag lekker met opa op pad. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het altijd gezellig natuurlijk, met die opa op stap. En ik vind het ook interessant, al die... je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten instrumenten. En daar ben ik ook wel geïnteresseerd naar. En mijn opa neemt mij eigenlijk daar ook wel voor mee. Omdat die mij dan kan uitleggen over hoe het is. En we gaan ook naar verschillende plekken. Dus ja, ik heb er eigenlijk wel veel zin in.
dus de Willem Merkstein. Zo meteen gaan wij verder praten met Frank Pellens. Hij is van onder andere de aansturing van vrijwilligers op het festival. En sluit mooi aan bij wat we zojuist met Marlies hebben besproken. Maar nu eerst eventjes de broodnodige boodschappen, zoals dat heet. Aan tafel aangeschoven nu Frank Pellens. Welkom Frank. En zijn opvolger Monique Kronenberg. En we gaan het hebben over vrijwilligers. Want Frank, jij bent eigenlijk al, vertel je me net, 29 jaar betrokken bij het Jazzfestival. Nou, dat is al heel lang. Maar van de jaren 15, 16 als aanstuurder van de vrijwilligers. Ja. Ze noemen het hier stage manager, teamleider. Ja, dat klopt. Ja? Teamleider is dat we de groep stage managers aansturen. Ja. Alle voorbereidingen doen, zodat alle stage managers exact weten waar ze moeten zijn tijdens het festival en hoe ze hun werk moeten doen, ja, zodat ze goed voorbereid zijn. En dit is dan toch je laatste jaar, want dit is je opvolgster, moeten we zeggen, Monique. Ja, Monique is vorig jaar erbij gekomen als teamleidster. Mm-hmm. Dan, dat is, je moet toch ingewerkt worden, dus nog een jaartje mee. Denk je dat je volgend jaar echt helemaal stopt als medewerker aan het festival? Of? Ja, dat is echt mijn laatste jaar. Ja? Het is even genoeg geweest. Ik draag het festival echt een heel warm hart toe en ik doe het ontzettend graag. Mm-hmm. Dus het is niet, ik stop niet omdat ik het niet meer zou willen, maar ik heb gewoon andere activiteiten waar ik me wat meer op wil focussen en dan moet je soms keuzes maken. Ja. Hoeveel tijd kost dit nou wat jij doet, jouw functie? Op jaarbasis of per week? Begin je daarmee? Hoeveel uren ben je dan kwijt per week? Nou, we beginnen zo in december erover na te denken van hoe we het weer zullen gaan doen. En dan kunnen de nieuwjaarswensen eruit. En de uitnodiging van het bestuur komt dan ook meestal voor de nieuwjaarsborrel. Mm-hmm. En dan vanaf januari begint het een beetje te lopen. En dan is het in het begin niet zo heel veel vergaderingen, maar dat neemt toe naarmate je dichter bij het festival komt. Het is vooral veel overleggen, vergaderen. Ja, je moet weten wat er is en hoe het georganiseerd gaat worden. Roland Kopierproducties is natuurlijk daarin de leiding. Okay. En hij zorgt ervoor dat wij goed geïnformeerd worden, zodat wij onze groep weer prima kunnen. Hoeveel vrijwilligers zijn er? Mag ik eens vragen aan jou, maar ik weet het niet. Totaal 135, 150 en wij als stage managersgroep hebben dit jaar 34 stage managers rondlopen. Ja, dus die stage managers die hebben ook weer een paar mensen onder zich die weer, niet? Die zijn in principe zelf verantwoordelijk voor een locatie. Voor een podium binnen het festival. Oké, okay. Die mensen worden getraind of hoe gaat dat? Of zijn die allemaal al zo ervaren geraakt door de jaren, dat loopt wel. De meeste zijn allemaal wel zo ervaren geraakt door de jaren heen. Er zijn erbij die net als Frank al menig jaar meedraaien. Nieuwe stage managers die komen via toch vaak binnen. Dan is het van een ervaren stage manager die zegt van nou, ik heb wel iemand waarvan ik denk dat die wel geschikt is. Daar gaan we een gesprek mee aan om toch een enige indruk te krijgen van ja, kan zo iemand het toch wel aan? Want je bent wel in je eentje verantwoordelijk voor een podium, voor een band, voor alles wat er omheen gebeurt. Wat komt daarbij kijken? Wat moet je dan doen? Je bent eigenlijk gastheer of gastvrouw van een podium. Je zorgt dat de band ontvangen wordt, dat er opgebouwd wordt. Je helpt logistiek mee met het in- en uitladen van instrumenten. Je hebt contact met de bandleider over de settijden, welke gebaren je moet maken. Je zorgt dat ze op tijd een drankje krijgen. Je hebt contact met de geluidsman over het soundchecken. Mm-hmm. Ja, dus je hebt contact met de horeca over wat bepaalde regels bij hun podium. Dus ja, het is nogal veelzijdig. En je bent vaak ook toch een aanspreekpunt voor het publiek. Want die zien jou met een shirt aan, met crew erop. En die hebben vragen. Dus daarnaast ben je ook eigenlijk, Kondig je het optreden ook aan? Ja. Nee, dat is het verleden wel eens gebeurd, dacht ik. Hè? Het komt nog wel eens sporadisch voor als er een band spontaan vraagt van, ja, wij willen aangekondigd worden en je kunt niet op tijd een gastvrouw regelen die dat normaal wel doet. Daar zijn weer andere mensen voor. Ja, daar zijn weer andere mensen Je hebt een groep gastvrouwen die eigenlijk de
muzikanten begeleiden en eventueel aankondigingen doen en zorgen voor... Dat hele pakket wat jij beschrijft, dat is dus eigenlijk als het allemaal goed loopt. Maar dan kan natuurlijk ook wat misgaan. Hè? Er kunnen dingen niet... En dan komt dus de stressfactor er ook nog bij kijken. Want dan moet je wel zorgen dat het gaat aan de gang. Ja, Wat zijn daar voorbeelden uit het verleden van? Dat je kan zeggen, nou, dat hebben we ook... We hebben ons met de handen in het haar gezeten. Ik kan me wel herinneren dat er bijvoorbeeld een artiest nog echt in de trein zat... Op donderdag, toen het eerste optreden begon. Ja, zonder heel specifiek te worden gebeurt het natuurlijk best wel eens dat een muzikant of de weg kwijt is in de stad. Omdat hij dacht van ik loop zelf al naar het podium toe. Mm-hmm. Ja, want logistiek brengt normaal de mensen naar het podium toe en ook de instrumenten. Maar ja, dat gebeurt dus wel eens, zeker met dit mooie weer, dat ze besluiten om maar zelf te lopen. En dan ergens te laat aankomen, iemand gezellig tegenkomen. Blijven hangen. Ja. Dus dat gebeurt. Nou ja, dan is het even zoeken en kijken van ja, hoe kunnen we nou de zorgen dat de band kan starten. Dus dan is het improviseren. Hè, de jazz en technisch, laat ik zeggen, komt dat ook nog wel eens voor? Dat er iets hapert in het geluidsapparatuur? Of is dat allemaal zo professioneel geworden door de loop der jaren? Nou, het is wel redelijk professioneel geworden. En je hebt er natuurlijk geluidtechnicus staan die vaak meer ervaring hebben met geluid dan wij als stage managers. Dus als er daarmee problemen zijn, dan zijn in principe de geluidsmensen eigenlijk degene die dat voor hun rekening nemen om op te lossen. Gelukkig, want daar kunnen als stage managers niet overal op. Goed, we gaan straks verder spreken nog even over, want er valt toch veel te vertellen natuurlijk over die hele vrijwilligersorganisatie, het hart eigenlijk, hè, waarop het festival draait. De looporkesten, ook een fenomeen, hè, de street parade orkesten, daar is het festival ooit groot mee geworden, zal je maar zeggen. Zo begin jaren 70 had je er daar, was dat een groot deel van het programma. En dan waren de podiumacts nog een stuk minder. Nog steeds bestaan die looporkesten en nog steeds dweilen die door de stad. En onze verslaggever Bram Limbergen, die liep gisteren mee. We gaan kijken. Goedenavond. Nou, we staan op dit moment aan een overvolle haven. De temperatuur is zelfs in de avond nog picobello. En we gaan vandaag meelopen met de Brass Society. En de Brass Society is een looporkest. En ik hoor u denken, wat is een looporkest? Ik heb geen idee. Maar dat weten zij ons vast te vertellen. Ze hebben nu pauze, maar wij lopen dadelijk met ze mee naar de volgende locatie. Want ze hebben een druk programma, dus dat gaat gezellig worden. Goh, wat is nou een looporkest? Een orkest dat loopt? Ik denk een wandelend orkest. Een orkest dat loopt. I feel like fucking it up. Dit gaat echt super goed, jongen. Ik heb nog nooit zo iemand zo hoog in het begin horen blazen. Ja, beter dan mij in ieder geval, ja. Maar Davy, ik heb gehoord dat jij hem leuker vindt, dus jij doet mee vandaag met het setje. Oké. Nou, een van de loopbands is Rudan Ver. Rudan Ver, jullie hebben prachtige, ja dat is niet dat je zo heet, maar de prachtige kleding. Is dit nou traditionele jazzkleding? Nou, niet echt traditioneel natuurlijk, maar Rudan Ver is ontstaan in Bergen op Zoom, op de Antwerpse straatweg. Daarmee heet het ook Rudan Ver. En we zijn natuurlijk een beetje een opgeruipt jongetjes bij elkaar. En we hebben dan het Vreemdlegioen als vreemde jongens in de bijt. Nee, vreemde. En daar heb ik ook zo mee een Schotse pak. Ik heb Schotse voorouders. Schotse voorouders. Dus daarom dacht ik, van, in Schotland is ook jazz natuurlijk. Ja, en de brandende vraag, er zit er wat onder de rok? Wat denk je zelf? Thank you.
jazz hier op de Grote Markt nog lekker even door tot in de late uurtjes. Maar natuurlijk zijn we morgen en overmorgen weer terug bij jullie. Dus ik zeg terug naar de studio. Ja, Bram Limbergen was dat volop in actie met de Street Parade. Een bekend fenomeen voor jullie ook, ik denk. Ja, zeker. Dat Street Parade dan als stage manager, als je daarmee meeloopt, dan je ziet hoe het beleefd wordt. Je bent onderdeel van het publiek. Je loopt met de band, je hebt goed contact met de band. Dus dat is geweldig om zoiets te doen. En de mensen die hebben nog steeds diezelfde beleving daarmee, als 30 jaar geleden bij wijze van spreken. Zie je dat mensen daar nog steeds wel enthousiast voor worden? Zo'n band enthousiasmeert ook het publiek. Die betrekt ook het publiek bij hun optreden. Dus ze staan echt er middenin en proberen ook echt het publiek in hun vibe zeg maar mee te krijgen. Dus dan merk je echt dat het ook steeds drukker wordt en toch meer mensen ook stiekem met de voetjes gaan bewegen. Dus ja, het is echt wel erg leuk om mee te maken. Ja. Ja. Even terug naar die vrijwilligers. Hè? Frank Pellens, van de mensen eventueel later inschakelen, kan me haast niet voorstellen. Maar. Frank Pellens en Monique Kronenburg. Wat kunnen jullie vertellen over, als iemand nou vrijwilliger wil worden, hoe word je geselecteerd? Moet je bij een screeningstest of moet je auditie doen? Hoe gaat dat? Nou, het is zo dat, mensen kunnen zich aanmelden bij het festival via de website. Hè. Dat is een van de mogelijkheden. Maar zoals Monique van der straks ook al zei, is het heel vaak via dat we enthousiaste mensen tegenkomen op straat. Spreken ze aan of ze vrienden van vrienden die iemand nog kennen die het leuk vinden om wat vrijwilligerswerk te doen. Mm-hmm. En zo komen we dus dan aan onze groep. Is er voor iedereen wel een rol weggelegd of moet je toch wel bepaalde kwaliteiten aantonen? Of maakt dat het is wel zo dat voor de stage managers doen we altijd wel even een intake, omdat we wel graag willen weten wat voor persoon we voor ons hebben. Het is natuurlijk wel dat je hebt een bepaald type mens nodig die initiatief durft te nemen, die niet bang is om met het publiek dan wel met een band te praten. Mm-hmm. Je moet overzicht behouden, rustig blijven. Ja. Toch, hè? En ga je dan het eerste jaar mee met iemand anders? Ben je dan assistent? Groei je er zo in of krijg je al meteen die verantwoordelijkheid? Je gaat je eerste dienst mee met iemand anders. Ja. En daarna gooien we eigenlijk mensen in het diepe. Okay. En natuurlijk, wij zijn als teamleider zijn we altijd bereikbaar. En medisch stage managers helpen ook wel mee als er iets is. Maar in feite, na je eerste dienst, dat vaak een 2-3 uur is, gaat het snel. Maar vandaar dat ook dat eerste intakegesprek voor ons wel belangrijk is om te kunnen inschatten. Maar kan zo iemand het inderdaad dan ook wel aan? Nu is het wel zo dat je staat nooit alleen bij een podium omdat je je portofoon hebt. Mm-hmm. Dus je kunt altijd in contact treden met de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. En je hebt diensten, ik neem aan dat je niet van ochtends tot diep in de nacht staat. Hoe beleven jullie verder zelf het festival? Want je bent de hele tijd bezig toch om die mensen aan te sturen. Ik voorzie dat je dan een soort overal coördinator bent, dat je dus de hele tijd in verbinding staat met een portofoon. Ja. Zie je nog iets van het festival zelf? Of? Nou ja, we lopen behoorlijk rond in de stad. En als de voorbereiding heel goed is gegaan, en er verandert niet al te veel op het laatste moment, dan hebben we op zich niet zo heel veel te doen. Mm-hmm. Maar goed, jazz zou geen jazz zijn als het natuurlijk op de on the flight nog verandert. Dus wij improviseren wel wat af en zorgen we gewoon dat we op de juiste plek zijn en waar mensen ons nodig hebben. En is er dan ook nog aan het einde van de dag een evaluatie voor de volgende dag? Want het lijkt me dan wel heel laat worden. Dat doen we 's ochtends vroeg. Okay. 's ochtends beginnen we met de. We hebben natuurlijk ook nog de after hour party. Ja. En daar worden natuurlijk de meeste dingen ook nog even besproken. Dat is hier in Hotel de Keizer. Ja. Ja, want dat kunnen we wel even vertellen. Want waar zitten we nou eigenlijk? We zitten hier eigenlijk in de inloop van het hotel. Dat zie je zo verder niet in beeld. We hebben er een klein studiootje van gemaakt. Maar we zien de hele tijd gasten in en uitlopen. En mensen binnenkomen, muzikanten. En er komt ook nog een muzikant aan tafel, hoor ik zojuist mijn oortje door. Ik ben heel benieuwd wie dat is, want zo spannend kan het dan allemaal zijn hier. En die after-hour sessies, die jam sessies, die zijn hier hè, in een geweldig sfeertje. Ook nog eens, daar roepen we ook mensen op van kom dan na 12 uur toch nog even hier een afzakkertje doen. Volgens mij hebben we al nu heel veel gehoord. Jullie eten ook met alle vrijwilligers samen, dat is ook hier hè, in het hotel. Ja.
Ja, we hebben de mensen die een hele dag werken, zoals wij noemen, dus echt van 's middags tot 's avonds laat diensten draaien. Ja. Die komen tussendoor hier eten en dit is eigenlijk ook zo'n rustpuntje voor ons vrijwilligers om elkaar weer te zien, even bij te praten, even voetjes van de grond. Ja. Geweldig, leuk om dat eens gehoord te hebben en ja, het blijft gewoon een fantastische organisatie. Wat dat betreft hebben we echt veel ruim aandacht besteed aan de organisatie, gisteren, vandaag weer. Maar er zijn zoveel aspecten die dit mogelijk maken dat dat allemaal wel even belicht moet worden, denk ik. Ja. Dat is goed. Dankjewel dus, Frank en Monique. Wij hebben nog een rubriekje te goed waar we gisteren mee begonnen zijn. Iedere dag gaan Esther Molenaar en Daphne van der Linden op pad om verslag te doen van aanverwante stijlen aan de jazz. Gisteren hadden we de Zuid-Amerikaanse klanken. En vandaag gaan wij zien wij ze stoeien, zal ik maar zeggen, met de Lindy Hop. Dat is muziek uit de jaren 20-30 van de Verenigde Staten. En de Rockabilly uit de jaren 50. En dat was gisteravond allemaal te zien in de Spiegeltent, waar het programma van All the Cats Jump In plaatsvond. We gaan kijken. Het ziet er zo leuk uit. Ik wil ook, maar ik durf niet. Ze zijn zo goed. Nee, ik durf niet, Meneer, ik zag u net al even in actie op de dansvloer. Dit heeft u volgens mij al eerder gedaan. Ja, ik doe het 28 jaar. Al 28 jaar. En hier in Breda ook? Hier in Breda, ja. Elk jaar kom ik terug in Breda. Ja. En dan speciaal deze stijl dan? Deze stijl, zoals de Simsim, de Juddebuk. En dat is de stijl, de Lindy Hop. En wat vindt u daar zo leuk aan? Met je partner dansen en verrassende dingen doen. Kijken of je je partner kan verrassen. Meestal lukt het niet hoor, vrouwen zijn slim hè. Wat doet u dat met een vast iemand? Vaste partner? Ik heb een vaste danspartner. Maar in al die jaren ken je zoveel mensen, dus je danst eigenlijk met iedereen. En u gaat vanavond ook nog even dansen? Ja, ja. Eerst met de big band en later met een Engelse zanger, fantastische zanger. Ah, heel veel plezier! Dank je wel. Zeg mevrouw, wat gaat het worden? Ik laat het volledig aan haar over. Jij hebt geen idee wat het wordt? Ze zegt wel iets met mooie losse krullen. Oh, ik ben benieuwd, we gaan het eindresultaat bekijken straks. Wow, wat een avond! We hebben gedanst, we zijn opgemaakt, ons haar is helemaal mooi gedaan. Ja, het was echt hartstikke leuk. We zijn helemaal in de watten gelegd. En dat Lindy Hop, wauw, het is niet alleen heel gaaf om te zien, de muziek is heel erg leuk. Maar het is ook een bepaalde levensstijl, heb ik begrepen, van de mensen hier. Iedereen is zo vrolijk en ziet er prachtig uit. Ja, jammer dat we het jurkje niet erbij aan hebben, maar nou ja, we kunnen altijd nog even gaan shoppen. En wij moeten echt nog even oefenen op die danspasjes. Ja, ja, dat moeten we wel nog even doen, ja. Maar wij gaan door naar het volgende feestje. Kom, we gaan. En daar ook nog even de nachtburgemeester weglopen met een van onze presentatrices. Maar volgens mij is het allemaal goed gekomen, want ze zijn daarna weer beland bij dat feest met Harry Kanters. Dat hebben we al gezien. Ja, Lindy Hop is het, hè? En Rockabilly, nieuwe stijlen. En morgen zien we weer andere stijlen aanverwant aan de jazz, want dat vindt hier ook allemaal plaats. Aan tafel Jean van Limpt. Ja. En dat klinkt Belgisch. Van Limpt. L-I-N-T. L-I-N-T, Jean van Lint. Ja, van Lint. En u bent ook Belg, hè? Ik ben Belg, ja. Waar woont u? Ja, in de buurt van Brussel, Aflichem. Bekend voor zijn bier. En u bent, ja zeker, ja, blond en trappist. En u bent hier een paar dagen te gast, u logeert hier in het hotel? Ja, dat klopt. Ik ben het genoemd als gastsolist. Mm-hmm. Dus
Dat is de charme van de Breda Jazz Festival. Je wordt uitgenodigd in verschillende bands met mensen die je nog soms nooit ontmoet hebt. Mm-hmm. Dus dat is heel leuk. Mensen van een bepaald niveau allemaal, dus ja. Je weet op voorhand dat komt goed. U bent als... fulltime jazzmuzikant of speelt u andere muziek ook? Goh, ik heb geen zaal eigen stijl. Ik speel van alles, maar ik word hoofdzakelijk gevraagd voor jazz. Mm-hmm. En dan is het hier met name aanschuiven in allerlei sessies of ook nog een vaste combinatie? Chris, ik ben hier met een vaste trio waarmee ik volgende week op tournee ga in België ook met Ben Patterson, een Amerikaanse jazzpianist dat ik 2 jaar geleden heb leren kennen. Dus ik heb hem laten overkomen naar... Mm-hmm. België, en aangezien dat juist hier de week van het festival was, heb ik gevraagd als hij kon spelen. Dus zaterdag spelen we om tussen 2 en 4, ik weet niet meer exact, dus Ben Patterson Trio, dat is dus een vaste bezetting. Maar voor de rest is dat met iedereen, van het een naar het ander, ja. Met verschillende mensen, dat is super. Is dat uniek of zijn er meer van die festivals waar dat zo plaatsen? Ik zou niet zeggen dat het uniek is, maar het is toch eigen, denk ik. Aan Breda. Ja, aan Breda. Ja. Het is ook een heel vriendschappelijk gebeuren. Hè? Hier zien we dat dan ook. Men eet samen, men trekt samen op, men schuift overal absoluut. Aan. Veel vrienden leren kennen hier in dit Bredase? Zeker. Toffe mensen allemaal. Van overal. Hè? Van Australië, Bulgarije. Straks heb ik gespeeld met een Bulgaarse trompetist dat ik niet kende. Mm. Toffe man. Mm-hmm. Bulgarije. Heel goede trompetist. Ja. Dus je leert inderdaad... verschillende mensen ken. En hoeveel jaren komt u hier al als artiest? Dit is nu de 4e of 5e keer, okay. Denk ik. Moet je er echt tussen komen? Want ik kan me voorstellen, eentje moet de eerste keer zijn. En je moet gevraagd worden natuurlijk. Ik ben via iemand die hier al langer komt, waarmee dat ik veel speel, Dirk van der Linden. Een goede vriend van mij, een goede muzikant ook uit België. Dus ik speel daar heel veel mee. Hij was hier al geweest, al jaren. Hij heeft mij geïntroduceerd met Antoine Trommelen. Ja. Zo is dat gegroeid. Ja. En dan ben ik 1 keer naar hier geweest en sindsdien kom ik nog. Wat vindt u van de kwaliteit van de muzikanten? Allemaal goed. Hè? Ja, het is de eerste maal als je zo op een festival komt en ik moet spelen met mensen dat je nog nooit gezien hebt. Je kent ze niet, dus je weet niet. Oei. Joep Peter vertelde gisteravond dat hij 5000 nummers uit zijn hoofd kan spelen. Dat verwondert me niet. Dat is ook wel heel bijzonder, maar hoe werkt dat bij u? Kunt u zo meespelen in zo'n sessie? We gaan dadelijk kijken. Er zijn opnames gemaakt in die Willem Merkstein, daar heeft u vanmiddag gespeeld. Speel je dan zo mee of moet je voorbereiden? Moet je van tevoren iets weten? Nee, je moet nummers, titels kennen. Je moet de nummers kennen. Dus we spreken af, gaan we dit nummer kennen. Als dat natuurlijk als een nummer is dat je nog nooit van gehoord hebt, zeg je dan, sorry, maar ik zit met een klein probleem, je kent het nummer niet. Maar meestal lukt dat wel. Dat zijn meestal nummers die in een bepaalde repertoire zitten van dit soort muziek. Mm-hmm. En dus... Ja. En is het dan toch zo dat het elke keer weer een andere uitvoering wordt? Afhankelijk van het moment, de setting... Tuurlijk. Ook de groep, de mensen met wie dat speelt. Dus elk orkest heeft zijn eigen identiteit. Er is niet altijd een groot verschil. Kan niet zijn dat het totaal iets anders is, maar toch... Kan het net even anders uitvoeren. Ja, tuurlijk. Nou, laten we eens gaan kijken, hè? Want... Er zijn opnames van gemaakt. Ik bedank je vast, Jean-Vincent. Veel plezier nog als muzikant de komende dagen. En wellicht dat de mensen u gaan opzoeken en gaan kijken. In de Willem Merkstein vanmiddag speelden dus de Secret Sessions. Oftewel, je weet nooit wat er op het podium komt en wat er weer afgaat. We gaan eens even kijken hoe dat verlopen is. Thank you.
Beelden vanuit de Merkstuin vanmiddag met Sean van Lint. En we hadden nog niet verteld wat hij nou eigenlijk bespeelde voor instrument. Maar het waren secret sessions, dus het was even aan u als kijker om te ontdekken waar hij zat. Maar u heeft het vast gezien, want hij speelt contrabas. Op de contrabas, Sean, wat voor gevoel gaf dat nou vanmiddag, dat spelen daar met die muzikanten? Wat... Oh, leuk hè. Leuk, dat heeft energie ook. Mm-hmm. Dus wat dit... Mooie locatie, het is al een paar keer genoemd. Heel mooie locatie. Ik was er nog niet geweest, andere. Maar ik denk dat het van vorig jaar pas een nieuwe locatie is. Ja, helaas konden we niet zo heel goed zien hoe het er daar nou verder uitzag, omdat ze natuurlijk een integrale jam-sessie hebben opgenomen. Maar zeker met die zon een lekker plekje om te toeven. We gaan het programma afronden, deze tweede aflevering. Morgen uiteraard een nieuwe Jazz Talk. Even nog het programma, de highlights van de zaterdag doornemen. Oftewel, morgen om 11 uur start het alweer in de Avenue. Met de Duo Special, jaarlijks terugkerende, spannende gebeuren. Waarbij twee muzikanten met elkaar akoestisch in de slag gaan. Op de Grote Markt Noord het programma 100 jaren Jazz met Dirty Dozen en de South Jazz Band. Dat is om 11:30 start dat. En om 11:15 op diezelfde Grote Markt Noord, de Zydeco en River Zydeco. Zydeco Cats en de River Zydeco. Grote Markt Midden, om 10:30 s'avonds, Dr. Mabloes en de Detail Hours. En om 11:00 op de Grote Markt Zuid, de Jive Aces. Dan zitten we een beetje in het Jump and Jive gebeuren weer. Om 13:30 morgenmiddag al op pleintje Veemarktstraat, de Roda de Samba, in Zuid-Amerikaans. De Willem Merkstuin morgen, het Festival Surprise Band met onder leiding van Joep Peters vanaf 4:00. Havermarkt, de Jazz Connection om 8:00. Kerkplein, Wilhelmina Blues Band vanaf 2:00. En vanaf 8:00 speelt daar nog Mina Kreil en de Chris Fillmore Band. Dan heb ik alle highlights weer genoemd. Ik dank u voor het kijken. Ik dank onze gasten en uiteraard alle mensen die aan dit programma hebben meegewerkt. Er is een hele lijst van medewerkers, ook allemaal vrijwilligers overigens. En die leest u op de titelbalk. Morgen zijn we er weer met de derde aflevering van Jazz Talk. Graag tot dan en veel plezier in de stad, langs en bij de terrassen uiteraard en de podia. Tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel De Keizer.